Nou, als u nog kent u ongetwijfeld van de motoren, uiteraard van de bromfietsen, waarvan er op dit moment op het terrein ook heel wat aanwezig zijn. En als we het over Zuidnop scooters hebben, dan zegt iedereen, oh ja, de Bella. Maar dat is dit nou net niet. Want dit is namelijk een 50cc model. Is de eigenaar hier ter plekke? Daar komt hij. Ik zou zeggen, vertel u eens wat over dat ding. Waar heeft u hem vandaan? Ik heb hem gewoon overgenomen. Dat is een paar mannenklaas. Leuk ding. Haal op. Heb je er zelf nog wat aan moeten doen of hebt u hem in deze staat gevonden? In de gereedschapskist, maar dan past het in de vorm van een bierkratje. Ja. Oh, dat... Nou, dat is helemaal passend bij de ding. Van welk jaar is die overigens? 73. En? 90. Dus het is echt een bromfiets. En dat is natuurlijk, ja, en dat is natuurlijk iets wat je niet zou verwachten als je een scootermodel ziet. Ik moet ook bekennen dat ik geen idee heb hoeveel van dit soort scooters modellen van de 50cc door Zuidnop ooit verkocht zijn. Maar het is een ding waar ik denk van, veel vaak zou je hem niet zien. Je gaat ze nog steeds vaker zien. Duikt er wel meer op? Hier in Nederland of uit Duitsland? Ja, in Duitsland hebben ze bijvoorbeeld. Die is wel steeds meer zien. Nou, maar in ieder geval heeft u een hele mooie. En zo mooi zelfs dat wij vonden dat u wel de eerste prijs bij de scooters mocht krijgen. En Maarten staat ervoor klaar. Ja, dames en heren, de eerste prijs van de scooters. Een leuk ding, makkelijk gescoord zo op marktplaatsen. Ik heb ze nooit gezien, ik heb ook nooit bezocht, het scheelt, maar... Even kijken. Ja, bedankt. Ja, nou wil je alleen nog zien dat je het meekrijgt, hè? Ja. Snel binnetje erbij, heb je nog? Nee. Gaat het lukken zo? Nou, bedankt voor het... Oh, je verlies je prijs. Je moet een gegeven paard nooit in de bek kijken. Ga maar even in de herkansing. Zo gaat hij nog prima. Oké. Dan hebben wij... Dan gaan we naar de brommers toe, denk ik. Dan gaan we naar de brommers toe. En daarvoor hadden we hier, als het goed is, zie ik de Terro. Ik zie de Avros en ik zie de Moto Guzzi. Trotter. En dan wil ik met de Trotter beginnen graag. Kom ik even hier naartoe. Of haal ik... Zo zwaar is die niet. Valt dat nog tegen? Dit is leuk. Als we aan de naam Moto Guzzi denken, dan denken we natuurlijk al vaak aan die dwarsgeplaatste V-twins. Dikke motoren, misschien die eencilinders, de Alsus. En de Guzzi bromfietsen zijn toch onbekender. Ze zijn er wel, maar om nou te zeggen... 50cc Moto Guzzi. Als je vroeger bij Willy van Gent een Moto Guzzi kocht, een zware. 1000 of 7,5. Ze kregen er een brommetje bij cadeau. Dat is dit brommetje. En was dat... Prima. Heel veel succes ermee. Mooi, het koffertje erbij. En dan komt ons derde, maar het brommetje voor de eerste plaats. En dit is een brommetje wat, als wij het goed gehoord hebben, ook al een hele leeftijd achter zich heeft. Die gaat wel even mee inderdaad, zo te zien. Dat, De eigenaar is de bij veel mensen best bekende Jan Bosveld. En Jan, vertel eens even van wanneer dateert deze Terro Brom 1948. Ja. Een bijzonder modelletje, heel apart ook het benzinetankje, wat als een tonnetje achter het ballen. Het damesmodel vanwege de doorstap. Voor de dames en natuurlijk voor... De heren geestelijken, hè? Ja, Frankrijk en al die pastoors, die liepen natuurlijk met die soutanes. Dus ja, die konden niet over een hoge buis heen. Dus dat was een doorstapje. Het is een leuk ding. Je hebt hem, neem ik aan, zo gevonden zoals die hier staat. Ja, van de jongens van Frans Bordeaux, die hadden overcomplete verzameling. Daar moesten één of twee uit. En dat heb ik deze niet gezien. Je kan het nog altijd niet laten, hè Jan?
hoort erbij. Hoort erbij. Ja. Ja, want ik mag wel zeggen, je bent niet, het is toch niet de eerste keer in de 30 jaar dat het Nationaal Veteraantreffen plaatsvindt. Je bent al eens vaker op het podium geweest. Ja, maar een enorm applaus voor onze winnaar van de Brommers, de nummer 1. Dat is zeker wel verdiend. En dan zou zo'n koffertje toch wel makkelijk zijn, hè? Dat, dat scheelt. Oké. Okay. Oh, er wordt even hulp geboden. Hij mag nog één keer een groot applaus voor Jan Bosveld. En dan komen we aan de derde categorie, de motorfietsen. En daarvan is de derde plaats, dat is deze Kawasaki 6,5. Nou, die staat al op het toneel te pronken. Het leuke, of het bijzondere van deze Kawasaki is dat de liefhebbers van Engelse motoren, en in het bijzonder BSA, die herkennen wat aan de vormgeving van het motorblok. Het lijkt uiterlijk nogal op de BSA A10 650cc 2-cilinder, maar technisch is die door de Japanners wel degelijk inwendig behoorlijk onder handen genomen. Maar het is nog steeds 6,5. 6,24. Van 66. Hij is van 1966. Is dit toevallig een van de machines die destijds al in Nederland terecht is gekomen, of is hij van een latere datum dat u hem heeft gevonden? Ik heb hem later gevonden, hij is oorspronkelijk uit Amerika gekomen. Hij is uit Amerika gekomen, oké. Okay. Ja, ik weet dat we hadden jaren geleden, toen de motorrij zaliger daarna... Ja, geef hem wel verdiend applaus. Hans, voordat we doorgaan naar de volgende. Ja? Jij, Maarten, hebben natuurlijk vandaag de hele dag over het veld gelopen en gekeken naar motoren. En jij vertelde me net dat, dat je een aantal criteria hebt naar je... Wat er dan wat er aan de hand is natuurlijk. Ja, kijk eens. Is dit een kwestie van de remmen? Oh. Ja, maar het ging om deze. Een Duitse motorfiets van net voor de oorlog, of misschien met 1940 mag je al zeggen in de oorlog. Een fraai model, 1-cilinder kopklepper, maar met 2 uitlaatpoorten. Dus ook links en rechts zien we een mooie hooggebogen uitlaat lopen. Meestal een indicatie dat het een sportmodel betrof. En klopt dat? Daar kan de eigenaar meer over vertellen. Nou, misschien dat de eigenaar dan ook eventjes hier wil. Ja, dat komt helemaal af en toe door de nostalgie nog wat afzakken alleen. Dat is de nieuwigheid, zeg ik alleen. Dat komt hier tot onze verrassing. Nog een Hornigse terrein op. Het podium op. Maar dat is een oorlogsmodel. Waar het ons om ging is eigenlijk de SP35 die hier staat. En u bent de eigenaar, Gerard Hilbers. Nou, tuurlijk, ik ga hem onder u net. Goedemiddag dames en heren, mijn naam is Gerard Hilbers. Ik ben voorzitter van de Hornigsclub Nederland. Ik wil u iets vertellen over de Hornigs. Hornigs was een glasconservenfabriek die tot 1921 inmaakglazen maakte, die wij wel kennen. Van, mijn zoon laat hem even zien. De inmaakglazen kennen we allemaal van WEC. Oh, de ouderen onder ons kennen de WEC inmaakglazen. Rex was ook een merk en die hebben tot 1921 die glazen gemaakt. Daarna heeft de zoon van de eigen... Zet hem even op de handrem. Even wachten nog. Daarna heeft de zoon van de eigenaar het idee gehad om motorfietsen te gaan bouwen. Die kocht eerst frametjes in en daarna bouwde hij samen met aangekochte motorblokken. En zo is eigenlijk Rex ontstaan. Hij mocht het handelsmerk van Rex gebruiken en de plaats was Bad Homburg. Dus hij zei HO. RX, Horex, het meest populaire model wat gemaakt is de Regina. Dat is de Regina, dat is de Regina. Dat zijn allebei naoorlogse modellen? Dat zijn naoorlogse. Deze is van februari 1940 en hij is door de gremie in Groningen verkocht aan een provinciaal elektriciteitsbedrijf in Groningen. En die heeft tot 1952 als dienstfiets gediend. Daarna is hij naar een handelaar toe gegaan en een beetje uit het oog.
Ik heb hem kunnen kopen in een, nou ja, totaal losstaat. Alles was kwijt, weg. En alles weer hersteld zoals hij zou moeten zijn. Voor zover we weten, zijn er nog twee rijdende in Nederland van deze Royale. Nou, dus alweer praten we hier over een buitengewoon zeldzame tweewieler. Je hebt er toch een beetje oog voor, hè? We weten ze wel uit te zoeken, hè Maarten? Nou, eigenlijk wil ik nog even als afsluiting zeggen. Deze is van 54, 56 en die uiteraard van 40. Ik dank u voor uw aandacht. Heel erg bedankt en bedankt u voor het verhaal. Voorzitter Geert Hilbers van de Nederlandse Horex Club. En dan moet er nog even... Gelukkig heb je een zijspan bij je, daar kan het allemaal in. Ah, nou ja, moet je liften, joh. Afstand houden, die kan ik niet. Oh, goed. Ja, dat is wel. Heel goed. Ja, wegflessen, die zet je dicht bij elkaar, maar motoren, dan hou je gewoon afstand, ja? Nou, zo leer je ook nog eens wat, hè? Ja, dan... Ja, het is geen druk op de knoppen wegwezen. Nou duurt die prijsuitreiking toch nog tot 4 uur, dat scheelt. Misschien als je naar beneden rijdt, dat is die vanzelf uit, hè? Rollen maar, hè? Rollen maar! Ja, we hebben een applausje verdiend, hè? Ja, een applausje zeker wel op zijn plaats. En dan komt de laatste, dat is onze nummer 1 van de motoren. Dat konden we niet laten, een stukje Nederlands fabrikaat, DMF, oftewel de Diebergse Motorenfabriek. En ja, ik kan wel verklappen dat het een merk is wat mijzelf nogal na aan het hart ligt. En DMF heeft van, ja, ze officieel zijn begonnen in vlak in april 1940, wat natuurlijk niet zo'n heel gunstig tijdstip was. Want een paar maanden later was het eigenlijk alweer afgelopen, maar na de oorlog zijn ze serieus vanaf 1948 begonnen met het produceren van motorfietsen. Dat waren als zich vrij lichte modellen, 125 en 175 cc, ook een paar 150 cc modellen. Maar in begin jaren 50 wilden ze toch wat zwaarders uitbrengen en ze kwamen toen met een 2-cylinder 250 cc model, zoals ook hun andere motoren van fabrikant JLO. Alleen van die 250 twin hebben ze er maar een stuk of 50 gebouwd. En voor zover wij weten zijn daar nog 5 van in leven. En dit is er dus één van. En één van de enige 2, als ik het helemaal goed heb, die ook daadwerkelijk rijklaar is. Dus dat vonden we toch wel heel bijzonder. Nederlands fabrikaat. Daarvan wisten we toevallig dat het een zeldzaam ding was. Dus we hebben er vanochtend maar een rosette aan gehad, Erik. En Maarten komt waarschijnlijk. En wat voor prijs, hè? Nummer 1. Kijk eens, Erik. Honger hebt en als je wat, nog wat sleutelen wil. Kijk eens. En de föhn erbij, hè? Dat gaat helemaal goed komen. Nou, als u als publiek nog even één keer een applausje wil laten horen. Voor onze nummer 1 van de motorfietsen. Hartelijk gefeliciteerd. Erik, bedankt. En nog even een, want volgens mij zijn we door de prijs heen. Dus zijn we nog zeggen, we hebben nog een troostprijs van jou. Ja, zeg Ed, zeg het eens. De derde plek van de scooters. Wat zeg je, van de brommers, zeg ik. Van de hand op elkaar. Ja, dit van de brommers. Ja, ja. Ja, het is een... Oeh, even een snel wagentje doen. Jou bedankt voor je deelname. En dan krijgen we nummer... Als je maar 1 stap naar achter zet, dan lig je achter het podium. Oh nee, dan blijf ik even hier staan. We gaan het steeds spannender maken. We gaan naar plek 2 toe. En dat is de motor die nogal pontificaal hier vooraan staat. Ja, ja. Dat is die Avros. Een Nederlandse van Rossen maakten ze. Daar komt de eigenaar, zie ik. Welkom. En ja, wat we zeggen, er zit een Duits rechtsmotortje in. En het model is, wat het bordje op het voorspanbord ook zegt... van. Even kijken, zoek de Zundapp 50cc met de DLL56V. Is dat daar?
U wilt gaan plaatsen. U wilt er langs. Hans van Dissel en Maarten Verkleij. Nou, Maarten, dank je. En bedankt voor het applaus. Leuk. Ik hoop dat het zo meteen dat het verdiend blijkt te zijn. Maar ja, dat moeten jullie maar even afwachten. Ik zie dat we nog niet alle genomineerden op het toneel hebben. Maar we hebben er alvast uit één categorie hebben we de twee die we uitgezocht hebben. Dat is de scooter categorie. En dan willen we daarmee beginnen met deze Heinkel scooter. Nou, Heinkel is als scootermerk bepaald niet onbekend. En ja, stond destijds bekend ook als de Mercedes onder de scooters. Vanwege de kwaliteit. En zoals je hier kunt zien, deze verkeert nog in fantastische staat. Het is een model, had ik begrepen, uit 1962. En het leuke hiervan is ook dat er een origineel Heinkel zijspan aan vast zit. En scooters met zijspannen zijn natuurlijk toch wat dunner gezaaid dan de gewone scooters op hun twee wieltjes. Ik ben wel even benieuwd, ook, wie zit er dan normaal in de zijspan, meneer? Wat zeg je? Wie gaat er normaal mee in de zijspan? De liefhebber. De wie? De liefhebber. Wie is dat? De dochter. Ah, de dochter mag gewoon mee, leuk. Nou, gewoon lekker in de zijspan, lekker de wind vangen, heerlijk. Nou, en misschien dat u zelf nog even iets kan zeggen van sinds wanneer heeft u deze scooter? Ik heb hem gekocht in 1960. Niet deze, maar die kon ik toen kopen voor 2000 gulden. En die heb ik per week voor mijn salaris moeten betalen. Per week 10. En ik heb hem gekocht in Baren. En het bijzonder is dat die Heinkel inderdaad een 40 doet. De meeste zijn dat. En ja, het is een. En die dat goed doet. Dat is altijd fijn om te horen. En het is terecht dat u het even opmerkt, want dat zal lang niet iedereen bekend zijn dat de Heinkel scooters van een 1-cilinder viertakmotor waren voorzien. En niet zoals meestal bij de scootermerken gebruikelijk was. Een tweetakmotor. Ik zie dat mijn collega Maarten hier al klaar staat met een prijs. Dus die gaat u krijgen. Kaasidee. Van Kaas. Kaascadeau. We hebben sponsors noemen natuurlijk kaascadeau. En dat is misschien ook goed om even te benoemen, Hans. Welke plek heeft meneer gewonnen? De tweede plaats, dames en heren, van de scooters. Kijk, al 20 jaar diehard fan van het Nationaal Veteraan treffen. Goed om te horen. Dit is een temperatuurmeter. Voor corona. Je kunt er precies zien of hij koorts heeft. Kijk, dat zijn mooie prijzen. Ik weet niet wie dat allemaal regelt, maar dat is hartstikke mooi. Maar even, Hans, tussendoor. Want ik begrijp dus dat er iemand jarig is. En wie zou er jarig zijn? Geen idee. Geen idee. Hans van Dissel, dames en heren, onze juryvoorzitter. Hey, we moeten zingen! Ja, zingen. Dank jullie wel. Uit welk jaar ben jij? Ik ben van 1952. Ik heb snel rekenen. Heel oud. Goed bouwjaar. Original en restored. Oké, maar dan kunnen we even heel kort even. Wat zullen we zingen? Lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hip hip hip, hoera! Hip hip hip, hoera! Hip hip hip, hoera! En door! Nou, dank jullie wel. Ik ben nog nooit zoveel mensen gefeliciteerd op mijn verjaardag. Zou het dan even verzoenen en aflopen? Ja, dan even als de andere weg zijn. Maar goed, we hebben dus één Heinkel gehad. Dus als u hem even op gang wil brengen. Luister even. Zelfs dat doet het nog. Oh,
Oh, die komt slippend tot rem hier. Oké, dat vangt de organisatie.